Ik ben Carlijn Kieboom en ik ben hoofdredacteur bij VT Wonen. This is me. En dit is de echte glimlach. Nou, ik hou heel erg van die quote van Pippi Langkous van ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat je je hart moet volgen. Ik luister Nederlandse rappers van Habiba, van Met mijn kinderen staan we alles van waarom stress je mij, zeg ik dan, als ze irritant doen. Ja, ik ben echt wars van plastic en dat hele slechte namaak. Nou, ik ben wel echt heel erg van de creativiteit, dus ik vind fotograferen bijvoorbeeld ook echt het einde. Dus dan zou ik wel heel graag een hele goede, zo'n Mario Testino, zo'n hele coole fotograaf willen zijn. Nou, ik hoop heel open en heel enthousiast. Ja, dat was eigenlijk ja, mijn kamer toen ik op kamers ging in Amsterdam. Stad, ja, ik heb 16 jaar in Amsterdam gewoond. Ik vond dat echt het einde, maar ik merk dat ik nu best veel toeristen vind. Dus ik ben vorig jaar in Berlijn geweest en ik moet zeggen, dat is wel echt een stad ook naar mijn hart. Ja, eigenlijk overal. Of ik nou in een musea ben, bij andere mensen thuis, van Pinterest, boeken. Eigenlijk overal, van structuren op straat, stoffen, op reis. Ja, ik vind eigenlijk overal waar ik zie, haal ik wel iets leuks uit. Dat ik af en toe het heerlijk vind om op Funda te kijken. En dan echt bedragen in te vullen waarvan je weet dat gaat nooit gebeuren. En dan te kijken hoe die huizen zijn ingericht. En dan zie je soms van natuurlijk de meest mooie huizen tot ook echt afschuwelijke huizen. Wakker maken. Nou, wat ik heel... Ja, voor een verrassing of zo. Als je ineens zou zeggen van je moet om 3 uur 's nachts op Schiphol zijn, want we gaan een leuk tripje maken. Dus dat soort dingen, dat vind ik helemaal te gek. Het zit gewoon in mijn bloed. Ik ben een beetje zo opgevoed. Dus het was altijd gewoon een manier, weet je. Ik was altijd met huizen bezig en met vrienden en inrichten. Maar ik deed dat meer ook altijd gewoon privé. En op een gegeven moment ga je dan studeren en werken. En ik had dat niet zo echt als een... mijn baan of zo. En dat vind ik het leuk aan ouder worden, dat je steeds meer ja, eigenlijk wordt wie je echt bent. En dat is nu helemaal, zeg maar, ja, het voelt als een cirkel is rond, dus dat is wel heel leuk.